Goedenavond, Leila. Vanavond persvoorstelling van jouw 10 meisjes. Vertel ik je, hoe is jouw avond verlopen? Goedenavond, Elk. Bedankt voor de vraag. Ja, het was een echt superleuke avond. De finalisten waren echt super. Ze hebben zeer goed gedaan. Ik weet dat het is altijd een beetje stresst voor de dames, maar ze hebben zeker echt goed gedaan. En ik zou graag de mensen van de pers bedanken, maar ook onze sponsors en de comité. 10 meisjes, 10 verschillende karakters. Wat zijn jouw ultieme tips voor deze meisjes vanavond? Ja, dat is echt moeilijk om te zeggen, omdat ik geloof dat... bijvoorbeeld volgens mij, vorig jaar ben ik mezelf gebleven. Ik denk dat het de meest belangrijk is om een goede mis te worden. Nog 2 maandjes en dan is de titel Mrs. Glamour Belgium voorbij helaas, maar je blijft nog altijd onze Miss International. Ja, ik heb nog een paar maanden als Mrs. Glamour International, dus ik zal nog van dat genieten. En ik ga ook de kroontje in de buitenland aan de nieuwe Mrs. Glamour International geven en dat zal ook een superleuke ervaring zijn. Maar ik ben al een beetje triest om een Belgische titel te geven. In ieder geval, je hebt 10 meisjes die jullie met trots zullen opvolgen. Ik wens jou alvast nog super 2 maandjes voor de Belgische titel, maar nog heel wat maandjes voor de internationale. Hartelijk bedankt, Elk. Dank je wel.